In deze webles gaan we in detail kijken wat er in een atoomkern gebeurt wanneer er sprake is van betastraling, zowel beta plus als beta minstraling, en k-vangst. En dat ga ik doen aan de hand van een visualisatie van de kern, zoals je hier ook ziet uh, uh, van de kern koolstof 12. En koolstof 12 bestaat uit 6 protonen en 6 neutronen. Als je nu in BINAS-tabel 25 gaat kijken, dan zul je zien dat koolstof 12 een stabiele atoomkern is. En dat heeft ermee te maken dat de verhouding tussen protonen en neutronen in deze atoomkern juist is, waardoor de kern dus stabiel blijft. Je hebt eigenlijk die neutronen nodig, de neutrale neutronen nodig, om al die positief geladen protonen dicht bij elkaar te houden. Op het moment dat dat evenwicht verstoord wordt, dan krijg je dus uh, dat de atoomkern instabiel wordt. En straling gaat uitzenden. En in tabel 25b wordt dat heel mooi gevisualiseerd. Laten we eens gaan kijken naar een atoomkern die niet stabiel is. Ook deze uh, is best bekend: dit is uh, koolstof 14. En koolstof 14 bestaat natuurlijk uit 6 protonen in de kern, maar nu uit 8 neutronen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: we hebben nu te veel neutronen om stabiel te kunnen zijn als atoomkern. Uh, nou, wat gaat er dan gebeuren? Dan, gaat er een proces, dan kan er een proces gebeuren in de kern die ervoor zorgt dat de verhouding wat meer richting de juiste verhouding gaat. En in dit geval moeten we dus een neutron zien te lozen. En dat gaat als volgt: zo'n neutron, kijk naar het knipperende neutron, die kan zich dan splitsen in een proton en een elektron. En kijk maar, qua ladingen klopt dat ook, want een proton heeft een lading van plus 1 en een elektron van min 1, en samen heffen ze elkaar op uh, en, en kunnen ze een neutron vormen. Nou, wat zul je dan uh, direct zien? Dat elektron, dat hoort natuurlijk ook niet in een kern, uh, dat schiet weg. En dat wegschietende elektron, ja, dat noemen we dus beta Dus hoewel je te maken hebt met de elektron, is het wel een elektron dat oorspronkelijk uit een atoomkern komt schieten. Dit is het proces wat gebeurt in de atoomkern: een neutron splitst op in een proton en een elektron. En wanneer dat gebeurt in de atoomkern, dan spreken we van beta-min-verval. Hoe ziet de vervalvergelijking er dan uit? Nou, als je dat netjes doet, dan krijg je deze vervalvergelijking. En we eindigen met stikstof 14. En we eindigen dus met een atoomkern met 7 protonen en 7 neutronen in de kern. Volgende voorbeeld waar we naar gaan kijken is koolstof 10. En koolstof 10 ziet er als volgt uit: die heeft zes uh, protonen en nu slechts vier neutronen. Ook koolstof 10 is instabiel en hier zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat we een tekort hebben aan neutronen. Wat kan er in dat soort situaties dan gebeuren? Nou, let er even op: let nu op het proton wat knipperde. Het proton kan zich nu splitsen ook in twee deeltjes, namelijk een neutron. En een geheel nieuw deeltje, het zogenaamde positron. Hier uh, als grijs bolletje weergegeven. En een positron kun je eigenlijk vergelijken met een elektron. Het lijkt in alle opzichten op een elektron op eentje na. En dat is uh, de lading. Een positron heeft een lading van uh, plus 1 en een elektron een lading van min 1. En dat maakt ook dat uh, dat proton uiteen kan vallen in een neutron en een positron. Want een proton heeft natuurlijk een pluslading. En het positron heeft ook een pluslading. Dus er gaat geen lading verloren. Het uh, positron schiet met grote snelheid uit de kern. Op het moment dat dat gebeurt, dan noemen we dat beta-plusstraling. Nou, wat gebeurt er in de atoomkern? Ik heb het net al gezegd, maar dan gebeurt dus dit proces: het proton valt uit elkaar in een neutron en een positron. En voor alle kernen waarbij dit proces uh, speelt, spreken we van beta-plusverval. En, en zo zie je het ook. In het tabellenboek staan. Qua eh, vervalvergelijking ziet dat er als volgt uit. Een positron wordt eh, aangegeven als een beta-plus deeltje. En het heeft dus een lading van plus 1. Laatste voorbeeld is eh, ook weer koolstof. Maar eh, nu gaan we kijken naar koolstof 11, het vierde isotoop van koolstof, wat we eh, gaan behandelen in dit, in dit filmpje. En koolstof 11 ziet er zo uit. Het heeft 5 neutronen, 6 protonen. Het is instabiel. En eigenlijk hebben we dus, uh, het is moeilijk bekijkt, of een neutron te weinig of een proton te veel. En hier kan ook iets geks gebeuren. En dit is de enige situatie waarbij er ook iets buiten de atoomkern gebeurt. Wat gebeurt er bij koolstof-11? Ik heb hier getekend het elektron. Het dikstbijzijnde elektron dat rondjes draait rondom koolstof-11. Dat elektron kan naar binnen getrokken worden, dus van buiten de kern naar de kern getrokken worden. En het zal dan vervolgens in de kern samen met een proton veranderen in een neutron. Waardoor dus de verhouding tussen protonen en neutronen wat meer richting neutronen is verschoven in de kern. Wat gebeurt er in de atoomkern? Een elektron smelt samen met een proton en het wordt een neutron. Waarbij het elektron dus van buiten de kern komt. En uh, di als dit gebeurt, dan noemen we dat K-vangst. Het wordt ook wel elektronenvangst genoemd. En qua reactievergelijking ziet het er net iets anders uit. Want nu begin je met twee deeltjes voor de pijl. Want er valt eigenlijk iets van buiten de kern op de kern. En je krijgt een nieuwe kern. En in dit geval is dat boor 11.